Twee keer Sensation in één week. Met 70.000 bezoekers is dat een hele organisatie. Dat houdt in veel regelen en ook zorgen voor de veiligheid van je bezoekers. Daarnaast verwacht het publiek steeds grotere en spectaculairdere shows. Sensation-directeur Erik Keijer weet er alles van. Dit is de laatste productiemeeting voor Sensation. Zowel white als black. Ik heb een klein lijstje. Dat betekent dat we er snel doorheen kunnen. Net hadden we de laatste productievergadering. Dat zijn eigenlijk alle facilitaire bedrijven die meehelpen Sensation daadwerkelijk neer te zetten. Die nog bij elkaar komen om nog één laatste check te doen of alles goed op elkaar is afgestemd. Wat is Sensation voor Erik zelf? Ja, dat is het hoogtepunt voor mij in het jaar uiteraard. We zijn na de vorige Sensation eigenlijk gelijk aan het brainstormen gegaan met wat gaan we volgend jaar doen. En vanaf januari, februari zijn we echt vol gas met alle diensten in gesprek geweest om het werkelijkheid te maken. Het begint dan bij gesprekken in de arena zelf uiteraard en met gemeentes voor de vergunningen. En ja, op het laatste moment dus met licht, geluid en laserbedrijven. Dus voor mij is dat het hoogtepunt van het jaar. Dat zijn de twee nachten waar ik een jaar voor werk. Ja. Licht tot aan de catering, van de podia tot aan de geluidsinstallatie. Binnen één week moet de Amsterdam Arena van het voetbalstadion omgetoverd worden tot een wit feestpaleis voor de White Edition. Voor elke discipline huurt ID&T specialisten in. We hebben met een aantal mensen, vaste partners werken we mee. Een aantal externe bedrijven, waaronder de creative bedrijven, die samen met ons het plan ontwikkelen. Nou, dan zijn we in januari, februari een aantal keren hier gaan zitten in een paar ruimtes die we daarvoor afhuurden om gewoon na te gaan denken wat gaan we dit jaar met Sensation doen. Wat gaan we doen met de dresscode, wat gaan we doen met het center stage, met het geluid, dat soort dingen allemaal. Nou, er zijn een aantal dingen goed bevallen, een aantal dingen slecht bevallen, dus die zet je dan als grote lijnen neer. En met die creative mensen zijn we vervolgens een plan gaan ontwikkelen van welke richting gaan we op. En dat is ongeveer twee maanden geleden is dat definitief geworden dat het dan in dit jaar het Kerkhof Geloof was. En daarna wordt het tot in de detail uitgewerkt. Maar daar gaat wel een voorbereiding af vanaf, ik ben er toch wel vanaf begin januari fulltime mee bezig geweest met het hele evenement. Ja. Wat zien we hier, Erik? Wat is dit voor ijzerende gevaar? Dit is eigenlijk de moderne versie van een kroonluchter. Dat zijn dingen natuurlijk die altijd in kerken terugkomen. Dus dat vonden we eigenlijk toepasselijk om dat hier dan ook na te bouwen. En die gaat naar 24 meter. En zoals je bij die al kan zien komen er allemaal soorten lichteffecten in. Waardoor het eigenlijk een heel imposant gebeuren wordt. Dat is het altaar. We hebben twee van die altaren gemaakt. Er worden allemaal shows opgegeven door danseressen. Vuurwerkshows die daarop terechtkomen. Vanuit de catwalk komen die met lijnen. Laser komt er vandaan. En achter het gordijn zit een hele grote alfresco scherm. Die opengeschoven wordt en waarop de VJ zijn hele animatie laat zien. De bovenste, een beetje boven draaien.
Niet van de onderkant, van de bovenkant, ja, die. Als ze op de truss klappen, blijven de kabels vrij en de lampen vrij. Oké, en draaien ze, kijk, want daar zie ik er ook twee die moeilijker meedraaien. Zet anders al die bouten even los, dan hebben we gewoon wat flexibelheid en dan zetten we dadelijk wel weer vast. Het hoogteverschil is nu ook wel even lekker, dan kunnen ze ramen niet. Ja, oké. Ja, dit is het center stage waar al grote DJ's de komende twee weken hun kunstjes gaan vertonen. De buitenste ring is bedoeld voor dansers, side acts en wat lichteffecten. En een heel kerkkoor wat we aan het begin van de White Edition zelfs erop hebben staan, die de opening verzorgt. Dan komen deze witte bogen, die komen daar weer op de rand te staan, zodat het ook weer een kerkelijk gebeuren gaat worden. Dat zijn de Goddess en DJ, hè? Net al gezegd. Hartje Amsterdam, 6 uur 's ochtends op zaterdag 4 mei. De voorverkoop van Sensation gaat over een uur van start. De eerste 1000 kopers krijgen een zogenaamde special treatment. Wat maakt Sensation zo gewild dat mensen vroeg in de ochtend in de rij gaan staan om aan kaartjes te komen? Het beste houseparty is ooit. Het is gewoon mega goed gedaan. Gewoon mooie muziek, gewoon mooie lichten. Het is gewoon allemaal perfect. Allemaal goed. Zo meteen als ze in de verkoop gaan, sta ik hier in totaal 19 uur te wachten. We gaan een pakket samenstellen voor de eerste 1000 mensen die hun kaart kopen. En die worden gewoon wat extra aan de watten gelegd op allerlei vlakken. En wat dat precies gaat worden, dat zeggen we nog niet. Dat maken we 2-3 weken voor het evenement pas bekend. Voor het eerst dit jaar is Sensation verspreid over 2 edities. De White Edition en de Black Edition. Waarom dit jaar 2 van deze grote dance events? Ja, was het gewoon zo snel uitverkocht en we zagen zo, en ook je ziet dat die dansmarkt zo groeit, ja, er was behoefte aan meer. Dit is voor ons de ultieme oplossing. 2 verschillende sensations, maar wel 1 sensation, maar wel 2 verschillende avonden. Ja, top. Een van de grote namen op Sensation dit jaar is de populaire DJ Johan Gielen. Hallo, kom binnen. Ja, het is al lekker druk aan het worden hier, dus ik was net bezig met de plaatjes nog even uit te zoeken. Dus ga ik maar even snel mee verder, want we moeten zo dadelijk vertrekken naar de Amsterdam Arena. Dus ik ga heel even snel nog verder een paar dingetjes uitzoeken. En dan zijn we bijna klaar om te gaan. Hoeveel platen denk je ongeveer te gaan draaien? Ja, ik moet 1,5 uur draaien. Laat zeggen dat ik een 25, 26 platen ongeveer ga draaien. En voor de rest, ja, niet moeilijk draaien. Gewoon zorgen dat de mensen een heel leuk feest hebben. Dat ze helemaal uit hun dak gaan. Dat is prioriteit nummer 1 bij Johan Gielen. Dus laten we maar hopen dat het allemaal goed lukt. Heb je nog eigenlijk wel tijd met een baan die jij hebt voor een sociaal leven? Nou, het sociale leven op het moment is heel hectisch. In die zin van, ik ben heel weinig thuis op het moment. Gelukkig heb ik een vrouw die volledig 100% achter me staat. En dat ook begrijpt. En de tijden dat ik thuis ben, daar geniet ik ook echt heel intens van. Want zeker in de zomermaanden ben je wekelijks weg. Ik ben net terug uit Amerika, nu ga ik weer naar Spanje toe en het gaat maar door. Dus dit is mijn tuin. Als ik 's morgens thuis kom van zulke lange nachten als ik gedraaid heb, dan ga ik meestal hier 1,5 uur aan de vijver zitten. Zoals je ziet zitten hier mijn vriendjes. Ik ben heel erg liefhebber van vissen. En dat geeft voor mij een beetje een soort van rust. Om even cool down, zeg maar. En dan ga ik hier 1,5 uurtje zitten. Ik geef ze wat te eten. En dan komen ze echt allemaal op de oppervlakte. En dan, dat is voor mij even om de knop weer kunnen om te draaien. Om weer even helemaal echt thuis te zijn. Nou, ik heb alles gedraaid. Van disco tot rock. Vroeger ging dat zo in de discotheken. Als ik een jaar of 17, 18 was, dan draaide ik van Boney M tot Bon Jovi en alles wat daartussen ging. En ik ben altijd heel fel met de muziek meegegaan. En Prince
toen Trends opkwam, is het voor mij echt, ik zeg ja, dat wil ik gaan doen, dit wil ik gaan draaien. En Trends is een heel breed woord, want ja, ik durf mezelf geen Trends DJ noemen. Ik probeer toch altijd te draaien voor de mensen en ja, er zitten Trends platen tussen, maar er zitten ook wat hardhouse platen tussen en alles. Ligt er net aan waar je draait en hoe en wat. En draai je thuis nog wel eens iets anders dan Trends? Ja, ik heb toevallig de nieuwe cd van Celine Dion heb ik gekocht. Dat vind ik al helemaal top. Dus af en toe een beetje andere muziek is ook wel goed. Want als je constant in het gedender en het gebeun zit, dan heb je wel eens behoefte aan iets anders. Dus, Ik boek alle artiesten. En ja, alles wat daarbij komt kijken. Dus vanaf de prijsafspraak, contract, tot aan het feest zelf, mensen laten weten waar ze moeten zijn, hoe laat ze er moeten zijn, vluchten regelen als het om buitenlandse mensen gaat, hotels en de hele begeleiding op de avond zelf van iedereen. Zorgen dat iedereen op zijn plekje komt. Nou, met Sensation is het niet zo heel ingewikkeld omdat het allemaal Nederlandse mensen zijn, bij de White dan. Dus dan is er veel minder gedoe. Iedereen kan de arena gelukkig wel vinden. Dus het is veel eigenlijk minder werk. Maar hoe reageren DJ's op het moment dat ze benaderd worden voor Sensation? Ja, wel heel blij meestal. Nou, je benadert meestal eerst het boekingskantoor. Maar je krijgt ook heel snel antwoord, gelukkig, met Sensation. Af en toe wil je nog wel eens hebben dat je moet wachten, maar dat is met Sensation niet zo. Mensen zijn wel, voelen zich wel vereerd, denk ik, om er te staan. De White Edition trekt bijna 40.000 bezoekers. Ursula heeft voor vanavond afgesproken met drie vriendinnen om naar de arena te gaan. Wat wij gaan doen vanavond? We gaan heel veel plezier hebben op Sensation. Wij zijn vaste stapmaatjes. Wat wij met muziek hebben, ja, het is vooral, tenminste voor mij, als je de hele week gewerkt hebt, in het weekend lekker afreageren en lekker dansen. En nu gaan we voor het eerst met de meiden, maar normaal gaan de mannen altijd mee. En, een stukje ontlading. Ja, ontspanning en plezier, heel plezier met elkaar. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En de muziek is ook wel heel erg lekker. Nou, het is wel zo dat we erg van Trends houden. Dus wat er vanavond, de line-up van vanavond, dat is wel helemaal onze smaak. Dus Erik Hie en Sean, en, dat is, die zijn wel favoriet, zeg maar. Normaal gesproken ga ik heel vaak naar MTC. In Nou Wauw is dat. Lexion vroeger. Aan mijn kant ben ik ook vaak geweest. HQ. Ja. Escape. Ah ja, op zondag. Laatste zondag van de maand. De dresscode is net als vorig jaar wit. Bijna iedereen gaat ook in het wit gekleed. De een doet daar wat meer moeite voor dan de ander. Ja. Johan heeft voor vanavond gezorgd voor vervoer en stijl. Ik ga eens even kijken wat de vrouw klaargelegd heeft voor me. Die zorgt ook voor mijn kleertjes, dus ja, dit moet het worden. Wit hemdje en een witte broek. Dus ik ga me heel snel omkleden en dan kunnen we zo direct richting Amsterdam vertrekken. Is kleding belangrijk voor een DJ? Ja, ik denk het wel. Je moet toch een beetje uitstraling hebben, denk ik. En iedereen heeft je toch in de gaten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed voor de dag komt. En iets aantrekken wat je makkelijk zit, dat is heel belangrijk. Zo, helemaal klaar voor omgekleed. Dus ik zou zeggen, let the party begin. Zijn ze altijd zo luxe? Nee, ik heb het eigenlijk speciaal gedaan voor de mensen die heel het jaar met mij meegaan. En ik wil ook vanavond als gebaar van dank eigenlijk hun een beetje een hele goede avond bezorgen. Kijk, en dan kunnen zij ook een keer drinken en zo. En, dus ik heb lekker een chauffeur en alles, dus het komt allemaal goed. Hoe zijn DJ's in omgang? Het valt nog reuze mee, vind ik eigenlijk wel. Ja, er zijn wel kleine dingetjes. Flesje champagne. En 5-sterren hotels, goede kamers, dat soort dingen. Maar niet echt hele exorbitante dingen nog, hoor. Maar dat komt er vast nog wel aan, denk ik dan. En dan komen ze hier binnen en dan genieten ze zelf ook, gaan ze zelf ook dansen? Ik denk dat DJ's niet, die zie ik eigenlijk nooit zo vaak dansen. Dat is echt uitzonderlijk dat je een DJ ziet dansen, in mijn ervaring.
En ik denk toch ook wel dat iedereen die hier zaterdag moet draaien best ook stiekem wel een klein beetje nerveus is hoor. Mensen die komen spontaan van dat dit echt weer een uitdagende klus is, zo'n productieset wat meer. Dan kan je ook zien aan het hele rigontwerp wat er ligt. Ja, zoveel bekabeling en trusjes die omhoog gaan. En op zo'n grote hoogte, dat is zelfs voor de grootste leveranciers van Nederland wel een uitdaging om weer te doen. Maar dat is ook logisch in natuurlijk, heeft de grootste locaties in Nederland dat daar gebeurt. Ja, en dat vindt iedereen leuk. Een van de bedenkers van Sensation en medeoprichter van IDP is Miles Stutterheim. Hij kwam anderhalf jaar geleden om bij een auto-ongeluk. Ik denk dat hij nog steeds toekijkt hoe wij hier de boel feestende houden. Miles kennen we ja, absoluut zeker. En ja, Miles is een van de oprichters van IDP. Ja, helaas is hij er dus niet meer, maar we zijn er nu anderhalf jaar later. En we hebben de eerste grote schok wel verwerkt, denk ik. Maar ja, het zal altijd een gemis blijven dat hij er niet meer bij is bij ons natuurlijk. We hebben ook toevallig expres op een tienjarig bestaan een borstbeeld van Miles onthuld op kantoor. Dus hij kijkt letterlijk nog mee bij ons inderdaad, bij alles wat we doen. En daar zijn we ook wel blij mee dat hij dat doet. Sorry, mijn telefoon gaat. Een berichtje. Oh, dat is leuk. De collega's van Rank One wensen mij succes. Ik zal ze zo even beantwoorden. Ik heb vandaag al heel veel sms'jes gehad en zo. Dus alle mensen die me succes wensen. En dat steekt ook weer een hart onder de riem. Ja, Sensation... Internationaal gezien denk ik zeker, ja, het zullen niet alleen mensen uit Nederland zijn die aanwezig zijn. Er zullen ook mensen uit Duitsland, uit Engeland zijn er zeker, want ik heb mensen gesproken van de week in Amsterdam. Die waren woensdag al in Amsterdam om vandaag daar te kunnen zijn. Dus ja, ik denk dat dat toch wel een feest is dat echt op de wereldkaart staat. De bezoekers met een special treatment kaartje krijgen een kijkje achter de schermen bij Sensation. Een van de bezoekers krijgt nog wat extra aandacht. We gaan even feesten vanavond. Gek doen! Welkom allemaal op de rondleiding van de Special Treatment. Ik hoop dat het een beetje leerzaam was voor jullie. Mijn naam is Sander Groet. Ik werk al 9 jaar bij ID&T. En ik ga kort een filmpje laten zien over ID&T en de dingen die we doen. En een korte presentatie geven. Voordat ik verder ga, wil ik eerst even één iemand naar voren halen. Degene die het allereerste Special Treatment kaartje heeft. Zijn naam is Damien Sieraad. Nou, van harte gefeliciteerd. Hoe lang heb je in de rij gestaan? 19 uur. 19 uur. Nou ja, voor jou een fles champagne. Ja. En ja, drink hem lekker op. En bedankt in ieder geval. Ja, hetzelfde. Oké. Ursula en haar vriendinnen gaan met de auto naar de arena. De cd-speler in de auto wordt optimaal benut. Ze heeft heel apart haar. Even sigaret halen.
Zo. Daar zijn we dan. Amsterdam Arena, na een hele leuke rit in de limousine. Dat is leuk, glaasje champagne. Heel veel mensen onderweg die al zwaaiden. Ik denk dat het echt helemaal fantastisch gaat worden hier vanavond. Dus ja, op naar binnen, zou ik zeggen. Voor die speciale VIP en de Riska gaan we VIP-bandjes. Die speciale VIP, dan zullen we wel een beetje bij elkaar blijven als het kan. Ik kan niet, ik denk niet, dat ga ik zo even checken, maar... Ja, moet je wel doen, Olga, want ik wil wel dat iedereen samen blijft. We all came from London over there. Wow. Net voor ik op het podium ga, dan zonder ik mij even 5 minuutjes af en dan doen we even het spirituele gedeelte. Even helemaal hoofd leegmaken en me echt focussen. Want nu moet ik het gaan doen. En dan heel geconcentreerd naar boven gaan naar het podium en dan gaat het helemaal los. Dames weten zich aardig te vermaken. Johan Gielen bereidt zich in alle rust voor. To go for countdown. Wacht gewoon rustig af. En dan gaan we dadelijk een feestje bouwen. This
light. Let there be light. You can use this light to brighten our world. Sensation. Let's welcome Johan. De set van Johan was een daverend succes. Bij zijn tocht over het veld naar de kleedkamer krijgt hij veel complimenten. Indrukwekkend, hè? Je, nou, als je een draai bent, besef je niet wat er gebeurt. Ik ben nog steeds helemaal ja, 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 ja. Het is goed gedaan, hè? Ja. Top gedaan. Goed. Armin. Hey, ik bel je van de week even. Ik ga morgen wel naar Spanje toe, maar ik geef even een bel. Ik ga naar Loretta Marsalo, die kanten. Ik zit een week op Ibiza. Ik bel je wel even van de week, ja? Ja. Oké. Okay. Let's go. Hear the song inside the building. Yeah.